daar zijn we weer met een nieuw toestel van HTC. Android World Ruka is hier. Hallo, de HTC One S V hebben we. Nou, heel mooi doosje, wit doosje. We gaan hem niet uithalen. Dat heb ik al gedaan. Hier is die. De HTC One S V. Zwarte voorkant. Witte achterkant. Nou, ziet er wel heel erg strak uit. Camera, HTC logo. En het Beats Audio logo dat hier ook weer bij zit. Nou, aan de zijkant zien we de volumeknoppen. En voor de rest zien we daar tussen eigenlijk de zwarte en witte voorkant een metallic grijs zilverachtige zijkant. Bovenop zien we de aan- en uitknop. Een speakertje, microfoon wellicht. En de ingang voor de headset. En aan de onderzijde vinden we een aansluiting voor de micro-USB. Die ze gelukkig weer aan de onderkant hebben gedaan en niet aan de zijkant, zoals dat bijvoorbeeld bij de HTC One X het geval is. Dat soms wel vervelend kan zijn in de auto of iets ergens. Maar goed, dat is hier in ieder geval goed geregeld. En aan de voorkant is een 4,31 scherm met een resolutie van 480x800. Nou, dat is niet zo heel erg veel, maar ja, het voldoet wel op dit toestel. Aan de bovenkant zien we, nou, niet zo heel goed te zien, zie ik een speakertje dat... Ja, dat toch wel een andere vormgeving heeft dan we gewend zijn. Daar zitten 5 grote gaten in, zou ik maar zeggen. Met daarnaast de camera, het HTC logo daaronder. En aan de onderzijde zien we, zoals we dat gewend zijn van HTC, 3 knoppen. Terug naar huis, de homeknop bedoel ik natuurlijk. En de menu en de laatste appslijst. Nou, ik heb het toestel al even ingesteld. Ik heb daar een account in gezet. En even verbonden met internet. Dat is wel zo makkelijk. Nou, het toestel dat draait op Android versie 4.04, zoals hier te zien is. Maar ga er eerlijk gezegd van uit dat die relatief snel geüpdate zal worden naar Android 4.1. Althans, als we zien dat HTC One X deze ook al binnen heeft, dan zal dat voor deze niet meer heel lang duren voordat dat het geval gaat zijn. Verder draait het toestel op een 1,2 GHz dual core processor. Zit er 1 GB RAM geheugen in en de camera aan de achterzijde die erop zit is 5 megapixel. Nou, het zijn geen topspecs, dat valt een beetje tegen wat dat betreft. Aan de andere kant is dit ook niet een toestel dat gepositioneerd is aan de top van de markt, maar ja, meer in het middensegment zit. Nou, zoals je ziet, ik heb Antutu al even geïnstalleerd om te kijken wat die doet qua prestaties. Dat is natuurlijk een mooie graadmeter. Ik heb de test al gedraaid en hij is uitgekomen op een kleine 10.000, 9.751. Dat is niet slecht, maar ook zeker niet goed. Nou, ik heb er even mee gespeeld met het toestel en nou, ik moet zeggen, hij voelt op zich wel prima aan. Het scherm oogt soms een beetje anders, maar dat heeft wellicht ook met de resolutie en de schermgrootte daarbij te maken. HTC heeft natuurlijk weer een aantal eigen applicaties erop gezet, waaronder EA Games. Nou, ik dacht, ik ga eens kijken wat dat is. En het is daarbij mogelijk om bijvoorbeeld om deze spellen gratis te proberen. Je downloadt dan een bestandje, open de app en dan kun je dan een trial van een aantal dagen kun je activeren om te kijken, is het spel interessant voor mij en kan ik die en wil ik die gewoon gaan gebruiken en uiteindelijk gaan kopen. Nou, zo zitten er nog een aantal standaard HTC functies op zoals we die gewend zijn. Nou, tot zover de eerste korte kijk, de hands-on met de HTC One V. En ik ga er binnenkort verder naar kijken. Om te zien wat ik er echt van vind. En dat is dan uiteraard ook te lezen op Android. Bedankt voor het kijken.